En dan is het nu hoogste tijd voor... Nou, daar zit ze weer. Nu gaan we plassen. Het is ook zo lekker soep. Dat is niet aan te zien. Die molen. Ja. Dat, dat vinden we het ook, ze zijn het mee eens. Doe mij maar een kroketje, ja. Nu gaan we plassen. We hebben iets met water. We hebben iets met water, ja. Het is ook even geloofd. Ja, inderdaad. Kom. Ja, oké. Kom. Dag lieve mensen, hartelijk welkom bij deze allernieuwste video. Ja, het kan ook weer niet anders. We zijn weer een dagje op stap en u heeft ze al gezien, daar is ze weer, Sandra. We zijn aangekomen in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. En we hebben ons nek nu al gebroken over menig toeristen hier ook. We gaan zometeen gezellig een rondje lopen. En we gaan kijken wat de rest van de dag ons weer gaat brengen. Dus daar gaan we weer. Vandaag zijn de wolken... bedonderd. Wat zijn de wolken? Grijs. De lucht is... blauw. Verschrikkelijk. Teletubbies. Kom maar gauw. De zon is... ver te zoeken. En het licht is... aan het eind van de tunnel. Aan het eind van de tunnel. Nou, hier zijn we speciaal voor het schuurlijk. Allemaal van Pietje op de armen. Nou, dat was het. We kunnen weer naar huis. Er is no business like show business. Nou, het is ook heel druk bezocht, zo voor de morgen. Komt ie erin? Ja, komt ie erin? Mensen durven niet iets. Met een bloedgang naar huis. Twee emmertjes water halen. Twee emmertjes pompen. Meisjes op te klompen. Meisjes op te houden. Ja, je mag erop beschrijven. Nee, dat klonk echt geweldig. Ik ga onze platen kopen. Ja, ik weet niet wat daar nou de bedoeling van was. Wat staat op, speel je eigen liedje. Waar leg je je zandzak? Voor de deur of in de toiletpot? Je kunt de zandzak beter in je toiletpot leggen. Nou, weten we dat ook weer. Yay! Paling gevangen. Het is net dat spel van vroeger. Vissen! Lekker. Niet te vergeten. Lekker zout. Nou. Precies als je komt. Stop de muziek te meenemen. Ook zo lekker soep. Dat is niet aan te zien. Wat kan ik voor u schoonmaken? Haring, paling, makreel, rottevis, zegt u maar. Ik heb al een zure smoel. En mijn mossel. Mijn mossel is uw zwaar. Petroleumstel. Ja, leuk. Heel erg leuk. Dat is heel mooi trouwens. Ja. Hebben mijn ouders ook. Dit is een vierstel, mijn ouders hebben een vijfstel. Ik zeg, het is wat anders dan Gerda en Mathilda uit Urenheu. Die ken ik niet. Was die put nog vol of? Hoor je de burgemeester van Wezel? Ezel, ezel. Ik ben echt aan het openluchtmuseum denken. Ja, inderdaad, ja. Nou, daar heb ik ook heel veel van weg. Ja. Maar de huisjes zijn ook gewoon echt leuk ook gewoon. Nou, eet smakelijk. Ja, nou, ik moet nog even op. Deze vis wel voor de buren, dus... Ik denk, al die huizen, kijk, die zijn gewoon op slot. Gewoon op slot, ja. Winkel van Sinkel. Die wisten dat jij zou komen, natuurlijk. Nou ja,
mijn vriendinnen. Nou, is toch een Hollands plaatje? Nou, jij zegt het en ik dacht het, ja. Toch? Echt, maar echt. Ja, Rolleke. Ja. Wat is het? Die molen. Ja. Schapen. Dat ja, ze vinden het ook, ze zijn het met me eens, mijn zusters. Ja, leuk. Zo'n vrouwelijk ook zo. Dat is toch gewoon een dag gebeurd. Ja. Dit heb jij altijd met me. Dat weet ik. Altijd alles in het hooi. Bucketlist. Altijd alles een beetje in het hooi willen leggen. Ja. God, wat is dit? Wat is er? Liegen of gaat het? Alsof er niks aan de hand is. Oh, aan het wassen. Ik dacht dat die bak op zijn dronken heen. Nee, volgens mij. Nee, kijk maar, want ze heeft iets in de handen, zie je? Ja, ja, ja. Ja, dit is echt dat gebouw wat ze, hoe heet dat? Wat ze toen verscheept hebben over het water. Aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Dit museum krijgt een buitenafdeling waarin tal van huizen en gebouwen uit de dorpen rond de Zuiderzee opnieuw worden opgetrokken. Zal ik jou eens wat sterkers vertellen? Nou? Als ik nu zo hier naar dit klaslokaal kijk, naar die entourage en dat schoolbord zo. Volgens mij hebben ze dit gebruikt in Kruimeltje en Pietje Bel. Ja? Ja, het oogt zo. Wat zei jij? Ja, ze heeft heel wat schoorstenen. Ja. Die vrouw is gewoon een wolf is aan het neuken. Ja joh, ja, toch? Gaat toch niet het hele IJsselmeer over? Dat is toch verschrikkelijk. Ik wou even naar Urk varen. Oh, lekker nat. Nou, daar zit ze weer. Het zal er aan zeggen, we gaan lekker met een bootje. Met een bootje varen. We draaien alleen maar rondjes. Ik ga ons story pakken. We draaien alleen maar rondjes. Is er wel geen eentje om van de bucketlistlijst af te strepen dit? Nee, het was een heerlijke dag. We hebben heerlijk genoten van het weer. Het is heel de dag droog gebleven. Dat is echt... Zeker bij een buitenactiviteit zoals het Zuiderzeemuseum is dat zeker heel prettig. Ik ga ook nog Sandra heel erg bedanken voor jou aanwezigheid. Graag gedaan. Goed, lieve mensen, heel erg bedankt voor het kijken. Wij gaan even kijken hoe we weer terug gaan komen aan wal. En heel erg bedankt voor het kijken. Doei. Doeg.